vandaag ga ik je een keer een heel ander soort nail art laten zien dan dat je van mij gewend bent. We hebben de afgelopen weken natuurlijk al heel veel glitters en stempels gezien. Maar ik vind het ook leuk om af en toe eens wat handpainting te doen. En ik zag laatst een hele mooie nail art voorbij komen op Instagram. Dat was bij Tartufraise, heet dat volgens mij. Ik zal die naam hier in beeld zetten zodat je het kan zien. Dat is een Frans account als ik het goed heb. Of in ieder geval volgens mij praat ze Frans. En ik volg haar op Instagram en ja, daar zag ik dus deze nail art voorbij komen. Volgens mij had ze er een soort Instagram video van gemaakt of zo. En ik vond dat zo ontzettend leuk. Dus ik was meteen zelf ook gaan uitproberen. En ik vind het resultaat eigenlijk wel ontzettend leuk geworden. Het is eigenlijk een hele eenvoudige nail art. Je hebt er niet zoveel producten voor nodig. En je kan het ook weer in alle kleuren doen. Zeker ook wel een nail art om mee te beginnen. Dus als jij nog niet zo heel bekend bent met alle verschillende producten, dan is dit echt wel iets om eens te proberen. Het ziet er misschien heel ingewikkeld uit, maar dat is het zeker niet. En dat ga ik je natuurlijk zo meteen laten zien. Ik ga je eerst even vertellen welke producten ik hiervoor gebruik. En je ziet ze hier al liggen. Hier heb ik twee kleurtjes liggen. En dat zijn Final Spite en Teary van Loveness. En dat zijn deze twee kleuren. Ik vind ze allebei een beetje in de categorie paars vallen. Alleen dit is wat meer roze paars en dit is wat meer blauw paars. En zeker als je ze zo naast elkaar ziet. Maar deze twee kleurtjes ga ik hier dus voor gebruiken. En die kun je dus ook perfect met elkaar combineren. Want op deze nagel zie je dat ik ja, eigenlijk allebei die kleuren heb gebruikt. En verder zijn ze ook gewoon leuk met elkaar. Maar dat komt ook vooral omdat ik deze glitters als ondergrond heb gebruikt. Dit zijn de glitters, de Holo Summer nummer 5 en nummer 4. Ook weer van Loveness. Ik ga ze zo meteen nog wat beter laten zien. En die heb ik dus ook hiervoor gebruikt. Verder gebruik ik een glitterpenseeltje van Loveness. En een heel fijn nail art penseeltje van Loveness. En al deze producten kun je dus terugvinden bij Bibi's Beauty and Supplies. En de link daarvan staat onder de video. Ik begin nu zometeen eerst met het aanbrengen van de glitters. Want ja, een nail art is niet compleet zonder glitters natuurlijk. Dit is nummer 4, die Holo Glitter. En hij is echt super mooi. Ik ga je zo meteen laten zien hoe ik dat doe. En ook dat is eigenlijk al gewoon een super leuke nail art op zich. En dit is dus de nummer 5. Dat is ook zo'n mooie glitter. En ze combineren echt heel leuk met elkaar. En je kan hier echt een perfecte ombre mee maken. Zo'n mooi overloopje met die twee kleuren in elkaar. Echt super mooi. Ik heb alvast een nageltje voorbereid. Dit is Perfect White van Loveness. Gewoon een witte gel polish. Deze komt nu net uit de lamp. En de plaklaag zit er natuurlijk nog op. En nu ga ik die glitters daarop aanbrengen. Dus die dep ik gewoon met het glitterpenseel zo in de plaklaag. Super makkelijk. En die glitters zijn zo mooi, zo fijn. Echt heel erg mooi. Dus op de ene helft breng ik nummer 4 aan, op de andere helft nummer 5. En je ziet dat deze echt super mooi in elkaar blenden. Je hoeft er niet eens moeite voor te doen. Het gaat eigenlijk gewoon vanzelf. Ze blenden gewoon super mooi in elkaar. Die kleuren passen ook heel goed bij elkaar. Dus zo heb je eigenlijk al een perfecte ombre gecreëerd. Hier breng ik nu even een topcoat overheen aan. En dan gaan we verder met de nail art. Dan heb ik hier mijn paletje. Hier heb ik de gel polishes al op aangebracht. Dus dat is de Teary en de Final Spite. Die paarsige kleuren. Je ziet ze hier allebei al liggen. Ik heb van allebei gewoon een klodder aangebracht. En ook de witte gel polish. Dus de Perfect White van Loveness. Die ga ik nog eventjes extra aanbrengen. En ik ga je gewoon even laten zien hoe ik dit dus heb gedaan. Ik gebruik expres dit paletje zodat je kan zien dat ik hier ook al wat gemengd heb. En ik ga nu deze kleur gebruiken. Ik denk dat die nog prima is. Ik zal eens even kijken. Ja, die kan ik nog wel gewoon gebruiken denk ik. Ik zal er een klein kloddertje bij leggen. En het werkt dus met allebei de kleuren precies hetzelfde. En het is dus de bedoeling dat we een soort ombre kleuren gaan creëren. En dat doe je gewoon door dezelfde kleur te gebruiken. Dus of deze kleur of die kleur of iedere kleur die je wilt. En dan te mengen met wit. En als je dat steeds een beetje geleidelijk doet. Dus je ziet hier ook dat het van donkerder naar licht gaat. En die ook. Dan kun je die dus mooi aanbrengen op de nagels. Dus je begint met de donkerste kleur. Die meng ik verder nog niet. Dus die pak ik nu op met mijn fijne nail art penseeltje. En daarmee maak ik gewoon een, ja, een streep, een baan op de nagel. Ik ga even kijken of die zo goed focust. Dit doe ik gewoon willekeurig. Ik maak er een beetje een sierlijke lijn van. Dus ik begin even aan deze kant. Kijk, en zo trek je alvast een lijn. Hij is nog niet helemaal perfect. Maar dan kun je hem altijd nog een beetje gaan bijwerken. En dit is eigenlijk alles wat je moet doen. En het lijkt heel moeilijk, want
Ik hoor heel vaak, ja, maar ik heb geen vaste hand. Maar dit komt eigenlijk helemaal niet zo nauw. Je zet die eerste lijn gewoon ongeveer waar je hem hebben wilt. Kun je nog een klein beetje bijwerken. En ik vind het mooier om vanuit de ene kant iets dikker te werken. Dus een dikkere lijn. En naar de andere kant toe dat hij dan ietsje smaller wordt. En dan krijg je automatisch al een beetje zo'n sierlijke lijn. Dit is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Dit doe ik nu heel eventjes in de lamp. Dus even een flash cure. Zodat die vaststaat. En zodat je daarna met de volgende kleur er tegenaan kan gaan werken. En voor de volgende kleur gaan we natuurlijk even mengen. Ik doe dat nu hier met deze wit. Dus ik pak hier een klein beetje wit. En een beetje van de roze. En zo meng je eigenlijk al een kleurtje die dan net iets minder donker is. Dus die komt daar mooi na. En die kun je dan gebruiken voor de volgende lijn. Dus deze is uit de lamp. En dan zet je het volgende lijntje daar gewoon tegen. En dat is eigenlijk nog veel eenvoudiger. Want je kan gewoon je penseeltje een beetje tegen dat andere lijntje aanzetten. En je laat je penseeltje gewoon glijden over die, tegen dat lijntje aan. En dat gaat eigenlijk heel eenvoudig. Dus zo heb je het tweede lijntje gezet. En je kan hem altijd nog een beetje bijwerken als dat nodig is. En je kan hem zo dik maken als je zelf wilt natuurlijk. Ook deze weer heel eventjes in de lamp. En dan mengen we ondertussen de volgende kleur. Ik breng gewoon weer een klein beetje extra wit erbij aan. En zo wordt die kleur automatisch weer wat lichter. En dan is die klaar voor het volgende lijntje. En het volgende lijntje gaat er tegen, dus die is weer net een beetje lichter. En je volgt gewoon weer die lijn die je net gemaakt hebt. Super simpel. Dus ja, je moet er een klein beetje een vaste hand voor hebben. Gewoon even oefenen. Ik steun altijd met mijn pink op mijn andere vinger, zodat je een beetje stabiel bent. En zorg dat deze hand dan weer goed op je tafel leunt. En zo zorg je ervoor dat je toch een wat vastere hand hebt. Nou, je ziet dan mooi dat ombre effect ontstaan. Ook weer even flash curen en dan gaan we weer verder. Tot slot de lichtste kleur. Je zou daar echt die pure wit voor kunnen gebruiken. Maar ik doe daar net een heel klein stipje van die kleur bij, dat die net niet spierwit is. Vind ik net iets mooier, maar je kan ook gewoon spierwit gebruiken als je dat wel mooi vindt. Dus dit is alweer de volgende kleur. En die breng je dus daaronder weer aan. En dan creëer je eigenlijk een soort, het is geen regenboog, hè? Het is echt een ombre. Ik kwam er laatst trouwens achter wat het verschil tussen ombre en gradient is. Tenminste, ik weet niet zeker of dat klopt, maar dat las ik ergens. Ik wist eigenlijk nooit het verschil, maar een ombre, volgens mij is dit een ombre. Dus dat is één kleur die dan van donkerder naar licht gaat. Dus ja, volgens mij is dit dan een ombre. En een gradient, dat is eigenlijk wat ik met die glitters heb gedaan. Dat zijn twee verschillende kleuren. Dus een beetje van dat rozige naar dat blauwe. Dus dat zijn eigenlijk twee verschillende kleuren. En dat is dan een gradient, volgens mij, zoals ik het heb begrepen. Ik weet niet zeker of dat klopt. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarover denken. En wat jullie denken wat het verschil is. Laat het even weten bij de reacties hieronder. Maar goed, zo zit dus ook het laatste lijntje erop. En deze gaat ook weer even in de lamp. En om hem nog een beetje extra interessant te maken, kun je er nog wat extra lijntjes bij zetten. Want ik heb hier nu dus gewoon zo'n baan in het midden gedaan. Net als wat ik hier heb gedaan en daar en daar. En dan kun je er eventueel nog een paar lijntjes bij zetten. Je hoeft dat niet zo uitgebreid te doen als wat je hier hebt gedaan. Je kan dat ook gewoon met twee lijntjes of zo doen. Dat ga ik nog wel eventjes doen, want dan vind ik hem net weer eventjes iets mooier. Maar je kan het ook prima zo laten natuurlijk, hè, als je dat leuk vindt. Dus ik pak weer even die donkere kleur. En dan breng ik hierboven nog even een leuk boogje aan. Doe ik gewoon weer op dezelfde manier. Je zou ervoor kunnen kiezen om dit lijntje net even iets fijner, iets dunner te maken. Als je hem gewoon iets minder opvallend wilt hebben. Dus die breng ik daar aan. Even een flash cure. En dan breng ik daartegen aan nog wat van een beetje die middelste kleur. Dus niet heel licht. Maar net een beetje, ja, die de twee tinten vandaan zit, zeg maar. Dus die breng ik daar nog onderaan. Gewoon een dun lijntje. En dan is die klaar. Je zou hieronder eventueel ook nog een lijntje kunnen doen. Maar ik denk dat ik het nu gewoon zo laat. Want je snapt nu het principe wel, denk ik. Je kan dit dus met iedere kleur doen. Met die andere kleur heb ik dat dus op precies dezelfde manier gedaan. Maar wil je dit met groen doen of ja,
met iedere kleur kan het gewoon. Maar bedenk dus wel dat je gewoon één kleur gebruikt en dan steeds een beetje wit eraan toevoegt. Dus je moet niet verschillende kleuren pakken. Dus bijvoorbeeld deze kleur en dan nog een andere kleur. Dat kan natuurlijk ook. Maar als je echt dit effect wil hebben, moet je dit gewoon doen met wit. Dus super simpel. Ik ga hier nu nog een topcoat overheen doen. Ja, en dan is die al gewoon klaar. En zo simpel is het dus. Als ik eerlijk ben, zou ik hier dus nog wel echt een lijntje onder zetten. Net als dat ene nageltje wat daar dus naast staat. Dat maakt het net een beetje interessanter. Dan is de verhouding net iets mooier, vind ik. Maar zoals ik al zei, je snapt wel het principe. Dus je kunt dit gewoon eindeloos variëren zoals je het zelf leuk vindt. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze nail art vinden. Het is weer eens een keertje wat anders dan wat jullie gewend zijn van mij. Ik denk dat ik sowieso wel een klantje bij mij in de salon weet die dit heel leuk vindt. Die houdt heel erg van deze kleuren. Dus volgens mij komt ze volgende week weer. Dus als ik aan haar vraag of ik dit bij haar mag doen, dan weet ik bijna zeker dat ze dat wel goed vindt. Dus misschien zie je deze foto dan nog wel voorbij komen op mijn Instagram account. Als je de video leuk vond, doe dan zeker je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Deze week komt er, als het goed is, ook nog een vlog online. En daarin heb ik heel leuk nieuws wat ik aan jullie wil vertellen. Ik vind het zelf heel erg spannend, dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. Ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je snel weer!